Op Instagram vroeg ik wat voor video jullie vandaag wilden zien, of een Bybit tutorial of een cryptomarkt update. En 90% ging naar de cryptomarkt update. En dat snap ik ook ergens wel, want de prijzen zijn natuurlijk weer een beetje gezakt. Mensen krijgen weer wat zweethandjes, worden wat zenuwachtig. Dus we gaan gewoon vandaag even kijken naar de belangrijkste of meest populaire coins. Vooral naar de technicals en een belangrijk nieuwsartikel. We gaan kijken naar Bitcoin, Ethereum, XRP, Cardano en VeChain. Hey, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Corné en als je nieuw bent op dit kanaal deel ik alles omtrent cryptocurrencies. Denk aan lange termijn investeren, maar ook daytraden, swingtraden, crypto nieuws, platformen en crypto token reviews. Dus als je crypto tof vindt, gewoon interessant vindt, ook maar eens een klein beetje, of geld verdienen met crypto tof vindt, overweeg dan eventjes om op die abonneerknop te klikken. Zou ik je sowieso heel erg dankbaar voor zijn. En mocht je deze video nou heel tof vinden, dit soort updates vet vinden, like de video even en deel hem even met vrienden en familie. Want hij is belangrijk en deze wil je echt niet missen als je in de cryptocurrencies zit. Wil je verder nog meer leren over crypto? Gratis. Check dan even de beschrijving. Elke maandagavond heb ik een gratis crypto training. Kun je gewoon gratis voor aanmelden. Mijn socials staan in de beschrijving. Bonussen bij exchanges. Dus check gewoon even die beschrijving als je crypto meer over crypto wil leren. Gratis en ergens wil gaan aanmelden. Is altijd goed om even te gaan checken. Laten we dan direct de content induiken. En dat is beginnen met een artikel over de Nederlandse bank. Of van de Nederlandse bank over Binance. En ik heb het al eerder gezegd. Binance is een beetje riskant momenteel. Ze moeten in Maleisië de deuren volledig sluiten. Future trading gaat weg in Duitsland, Italië en Nederland. Binnen een x aantal dagen. Ik denk nu nog binnen een dag of 50 of zo. In ieder geval gaat het snel weg. Ideal betalingen zijn weg, SEPA betalingen zijn weg, ergens worden ze beschuldigd van witwaspraktijken en nu krijgen ze ook een officiële waarschuwing vanuit de Nederlandse bank. En in het artikel hier staat dus ook: de Nederlandse bank maakt bekend dat Binance zonder wettelijk verplichte registratie bij de Nederlandse bank cryptodiensten in Nederland aanbiedt. Dat betekent dat Binance in strijd handelt met de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en illegaal dienst aanbiedt voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta. En daarnaast ook wallets aanbiedt. Klanten kunnen hierdoor een verhoogd risico lopen om betrokken te raken bij witwassen of terrorismefinanciering. Nou, wat gaat er nu met Binance gebeuren? Ik weet het niet. Ze zijn natuurlijk de grootste exchange ter wereld en daarom worden ze nu gewoon een beetje als voorbeeld gesteld. Krijgen ze al die waarschuwingen, eigenlijk de volle laag krijgen ze over hun heen. Misschien loopt het met een sisser af. Misschien kan je over een paar maanden weer alles doen op Binance en zijn ze weer helemaal terug van weg geweest. Maar op dit moment vind ik het een te groot risico om hier simpelweg mijn funds te laten staan. Want voor je het weet moeten ze sluiten of wat er dan ook kan gaan gebeuren. Ik hou niet van die onzekerheid. Dus ik adviseer sowieso mijn studenten, wat ik zelf ook doe, dat is en overgaan naar FTX Exchange. Linkje in de beschrijving, corneermachan.nl/FTX. Kan je een gratis account aanmaken, krijg je ook nog eens 5% levenslang korting op alle transacties die je maakt. Maar wat deze exchange eigenlijk is, is alles wat Binance is. Alleen met net ietsjes minder volume, maar wel het hoogste volume ten opzichte van andere exchanges. Je kan veel spot trading pairs vinden, future trading pairs, leverage tokens. Je kan zelfs predictions doen op bijvoorbeeld verkiezingen met Trump, etc. Je hebt heel veel dus heel veel verschillende pairs en daarnaast ook heel hoog marktvolume, trade volume. Dus een hele fijne exchange. En misschien als het met een sisser afloopt, als Binance weer terugkomt, licenties heeft geregeld, etc. Kun je gewoon weer overschakelen naar Binance. Of misschien vind je FTX wel een hele fijne exchange en blijf je daar. Nou, voor de lange termijn handelaren adviseer ik altijd Bitfavo. Gewoon Nederlands, lekker dicht bij huis. Krijg je de eerste 1000 euro handelen kostenvrij. Linkje vind je ook in de beschrijving. Of corneermachan.nl/bitfavo. En wat ze ook aan het doen zijn is, they're stepping up their game. Ze zien dat Binance natuurlijk achteruit gaan. Wat doen zij? Heel veel nieuwe coins listen. Nou, website, daar hebben ze helemaal vernieuwd. Dus ze zijn echt flink bezig. Zoals je hier dus ziet, dit zijn de nieuwe listings van deze week. Veel Shiba, FTT, dat is trouwens de token van FTX Exchange, FTT, dat is wel grappig. Algo, Cake, AVAX, AMP, GRT, KSM en AXS komen er deze week bij. Volgende week nog 20 nieuwe listings, dus heb je hier nog geen account. Bitfavo en FTX zijn de exchanges die ik ga gebruiken. Ik heb in mijn Discord al aangegeven ook en eerder ook dat ik stopte bij Binance voorlopig. En mensen waren heel nieuwsgierig, waar ga je dan heen? Bij deze Bitfavo en FTX zijn de exchanges waar ik naartoe ga. Laten we dan gewoon de technicals in gaan duiken. En wat je eigenlijk nu ziet gebeuren is een beetje hetzelfde bij elke coin. Dat komt sowieso omdat de Bitcoin nu aan het lijden is. En
Je ziet dat de hele markt hetzelfde doet. Dus we hebben een mooie run-up gehad en we krijgen nu gewoon, of we hebben een correctie of een pullback achter de rug, waarbij het gewoon eventjes afkoelen is, één stapje achteruit om zo meteen weer twee vooruit te gaan zetten. Nou, als we dan dus naar de Bitcoin gaan kijken, dan zie je dat we uit de rising wedge zijn gebroken. En een rising wedge is over het algemeen bearish, maar in de bull run is het nooit zeker wat een Bitcoin gaat doen. Dus het had net zo goed kunnen zijn dat hij naar boven uit zou breken. Is nu niet gebeurd, dus we zijn naar onder uitgebroken. Althans, als het geen bear trap is. Nou, price target zal dan zijn ergens rond de $40,000 als we inderdaad het volledige patroon zullen gaan volgen. Maar vooralsnog zie je dus dat we een enorm sterke support hebben gevonden op de $44,500 à $45,000. Dat was gisteren, want we zitten op de daily te kijken. Dat was gisteren zo, die support, vandaag ook. En daarnaast traden we tussen de 13 en de 20 EMA. Vaak zie je dat we ergens op een van deze lijnen of ertussenin bouncen en vanuit daar weer omhoog gaan. Gebeurt dat niet, breken we deze support, dan heb je grote kans dat, nou hier zit nog wat prijsactie rond de 42.000, dat we hier gaan houden of dat we inderdaad naar de level van $40,000 naartoe gaan. Want breken we die 30 en de 20 EMA, komen we vaak op de 50 terecht om vanuit daar weer en proberen te gaan bouncen en omhoog te gaan. Die 50 zal ietsjes omhoog komen als de prijs hier ook naar beneden schiet. En dan zie je waarschijnlijk dat we ergens hier rond het $40,000 level toch die support gaan vinden. Maar vooralsnog is het dus een hele sterke support hier op 45.000. En denk ik, zoals het er nu uitziet, dat we eerder de 48 à 50.000 weer gaan testen. Die overigens heel sterk is. Maar dat we die eerder gaan testen dan dat we terugzakken naar beneden. Dus dat was de Bitcoin. Laten we eens gaan kijken naar Ethereum. En zoals ik net al zei, laat eigenlijk elke coin nu een beetje hetzelfde zien. Vooral Ethereum, dat is altijd een beetje de leading indicator voor de Bitcoin in een bullmarkt. Dus het doet net even ietsjes eerder wat de Bitcoin ook gaat doen. Nou, deze is ook uitgebroken naar beneden toe. Nogmaals, als het geen bear trap is, het kan zijn dat hij hier even uitbreekt, terugschiet en alsnog naar boven uitschiet. Is niet de eerste keer dat het zal gebeuren. Maar vooralsnog lijkt het erop dus dat we naar beneden zijn uitgebroken. Met voor Ethereum als prijstarget dan, moet ik hier ergens zetten, ergens rond die $2800. Op zich best wel reëel en we zien ook dat, even kijken, die wick hier op zo'n $2900 staat. Dus het lijkt erop dat Ethereum wel echt aan het uitspelen is. En dat we hier dus support hebben gevonden, zoals je ziet op een EMA. En vanuit hier naar boven gaan om vervolgens misschien toch die $3800, wat de prijstarget aan de bovenkant was, te gaan testen. Want zoals je hier kan zien, zullen we hem nog een keer eventjes tekenen. Omhoog. Prijstarget, als we naar boven waren uitgebroken, zal hier ergens zijn, is ergens rond de $3800. Dus dat kan je als prijstarget instellen. Mochten we vanuit hier bouncen, hebben we hier nog een Fibonacci level rond de 3450. En vanuit daar dus door naar boven. Dus Ethereum een beetje hetzelfde laten zien. Is een harde run omhoog gehad. Nu even aan het afkoelen om zich klaar te maken voor die volgende run. Niks mis mee, dus je kan die zwetende handjes kan je afvegen en gewoon rustig gaan zitten om te kijken wat er de komende tijd gaat gebeuren. Ik denk dat het alleen maar mooi is. Gaan we door met XRP. XRP heeft eigenlijk precies gedaan, of is precies aan het doen, wat we voorspeld hadden in de vorige video. Dat is dus resistance vinden op belangrijkste Fibonacci level, 61,8%. Hebben we gevonden, vanuit daar zijn we dus teruggebounced. En we lijken nu op een ander belangrijk Fibonacci level en dat is de 38,2%. Te bouncen, ook netjes op de 13 EMA en vanuit hier dus weer naar boven voort gaan zetten. Dus je ziet nu dat we eigenlijk een level van support hebben gevonden voor de hele cryptomarkt om vanuit daar weer verder te gaan. Dus we hebben een run-up gehad, we hebben nu even die correctie gehad, die dip gehad en vanuit hier kunnen we weer lekker verder gaan knallen en staat alles weer goed als het ware. Dus dat is voor XRP. Nog steeds zeer bullish over en die kan echt gaan ontploffen volgende maand als die rechtszaak ook XRP kant uitvalt. Dan zijn die technicals eigenlijk allemaal eventjes irrelevant. Omdat zoiets eigenlijk nog nooit gebeurd is verder in de crypto wereld. Dus dan denk ik ook dat je behoorlijk kan schrikken over de prijs die XRP kan gaan halen. Nou, Cardano en VeChain willen jullie altijd heel graag weten. Dus we gaan ook even kijken naar Cardano. En je ziet hier weer hetzelfde. Nou, niet helemaal het level bereikt, maar traden is nooit perfect. Fibonacci level van 1, oftewel 100% ook. Van ongeveer 2.30 zijn we nu gekomen naar 2.26. Hebben we resistance gevonden. Kooporders getriggerd of verkooporders getriggerd. Prijs is naar beneden gegaan. Even afkoelen. En we houden nu support op level van 78,6%. Fibonacci zit ook hier
klein beetje prijsactie. We hebben nog niet veel eerdere prijsinformatie, omdat dit een van de highs is geweest. Veel hoger is die vaak niet geweest, dus we houden hier voorlopig nog. Mocht die Bitcoin nou gaan doorzakken door zijn support heen, dan zul je dat ook gaan zien bij de rest van de altcoins. En dan kan je gewoon simpelweg kijken naar volgende levels van support om daar eventueel in te stappen voor je nieuwe trade. En dat zou dan het eerste level zijn, 61,8%. Is een prijs van $1.70 voor Cardano, mocht die doorbreken naar beneden. Vooralsnog hebben we ook nu hier goede support op 1.95 ongeveer. Dus we gaan zien wat Cardano kan gaan brengen de komende dagen. Ik denk zeker dat de vorige all-time high kan gaan doorbreken op korte termijn. En je ziet ook dat we nu, of dat Cardano nu meer dan 3% alweer in de plus staat, terwijl de rest in de 0 of 1% winst staat. Cardano is toch net eventjes apart vergeleken met alle andere cryptocurrencies. En het komt natuurlijk ook door de updates van Cardano die er aankomen. En gewoon de mooie runs die elke keer omhoog heeft. Zijn altijd anders dan de rest. Dan hebben we VeChain als laatste. En die hadden we ook gedaan. Ook op Instagram in een reel gedeeld. Wat er kan gaan gebeuren met VeChain. Dat was toen we hier in de buurt van de resistance kwamen. Nou, ik had gezegd, we kunnen daarvan gaan bouncen. Kan je verwachten. Omdat het een sterke resistance is. Precies ongeveer 14%. Dat is eigenlijk clean trading als het ware, textbook trading, 14 cent, psychologisch getal, staan verkooporders. Dus je kan verwachten dat de prijs daardoor terug gaat bouncen om vervolgens traders en investeerders weer een nieuwe instap te laten vinden. En dat zal dan hier ergens zijn, hadden we voorspeld, rond de 11,5 cent. Nou, daar zitten we precies op nu, op de support. En je ziet alweer dat de volgende candle, en we zitten op de 4 uur chart nu, dat die weer omhoog aan het schieten is. Dus dat we zo langzaamaan de lijn kunnen gaan volgen om hier weer de resistance te gaan testen. Dus je kan nu een trade plaatsen, mooi trade moment om vanaf hier te gaan traden richting de volgende resistance en ergens daar je order weer te verkopen. Dat heb je zo'n 22%. Ik zou hem altijd ietsjes ervoor doen om andere traders te verslaan. Nou, pak je 22%, misschien zakken we weer terug om ergens support te vinden, kun je weer een mooie trade plaatsen. Zo niet, wacht je totdat we hier doorheen breken. Als we dan vervolgens de resistance tot support hebben gemaakt, dus dat die hier op blijft hangen, heb je bevestiging dat we een nieuwe support hebben gevonden, kunnen we vanuit daar weer omhoog gaan. Dus kan je hier weer een long plaatsen om vervolgens nieuwe prijstargets te gaan halen. En die kan je bepalen door hier naar het verleden te kijken waar eerder de prijsactie zit, of de Fibonacci toer eroverheen te trekken. Dus dat was eventjes mijn video, technische analyse, belangrijke update. Ik hoop dat je er echt veel aan gehad hebt. Ik had zelf liever die Bybit video gemaakt. Vind ik gewoon leuk. Maar jullie wilden graag een marktupdate. Dus bij deze. Like de video even als je het tof vond. Deel hem even. Klik even op abonneren als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik je terug in de volgende. Adios.